jouw wens? Om te gaan kuisen bij Paul Severs. Gaan kuisen bij Paul Severs. Ja. Maria, ging het dan vooral om dat kuisen of ging het om Paul Severs? Om allebei, maar vooral om Paul Severs. Vooral om Paul Severs. Wat vind je zo... Wat vind je, want je bent een grote fan van Paul Severs, wat vind je zo geweldig aan hem? Ik vind hem heel sympathiek. Ik ook, ik vind hem ook heel sympathiek. Hij maakt al 25 jaar hits in Vlaanderen en Wallonië. Ja. Zijn vrouw ziet er nog altijd zo goed uit dat ze meedoet in zijn achtergrondkoortje enzovoort. Dames en heren, dankzij de Droomfabriek kon Maria zich schoonmakend een weg banen in het heilige der heiligen. Ochtend meldt Maria van den Einde uit Brasschaat zich bij haar nieuwe werkgever. En Paul Severs, ja? U zoekt een kuisvrouw? Ja, dat is zo. Ik heb net een advertentie geplaatst, ja. Oh, dat is mijn droom. Ik zou heel graag bij u komen kuisen. Is dat uw droom? Ja. Dat komt dan goed uit. Kom dan maar binnen. Kom maar binnen. We gaan het even... Paul Severs blijkt meteen sympathiek, maar ook gesteld op orde en netheid. Maria van den Einde, de witte tornado, controleert haar werkkledij en gaat meteen aan de slag. Ten huize Severs moet men in alle omstandigheden van de vloer kunnen eten. Maria maakt ook exclusief kennis met voorheen nooit vertoond terrein. Ik heb een tasje koffie meegebracht, want ik veronderstel dat je wel moe zult zijn, hè? Ja. We gaan samen zitten. Kom, maak het je maar gemakkelijk. Hey, mag ik erbij zitten? Ja, graag. Ja. Heb je het helemaal naar je zin? Niet helemaal, ik mis toch iets, muziek. Muziek? Ja. En welke muziek zou je graag willen horen? Van nu natuurlijk. Oh ja? Ja. Daar kan ik voor zorgen. Voortaan heel vroeg op, dan is mijn humeur altijd koud. Al regent het ook dat het giet, zo'n bui die hindert ons niet. Sinds het moment dat ik jou heb gehuurd, is mijn huis proper en net. Oh, men is jaloers in de hele buurt, voor mij is toch de pret. Ik wil dansen, ja dansen met jou. Op die kans heb ik al zo lang gewacht. Ik wil dansen, ja dansen met jou. Niet voor even, maar de hele dag. Ik denk alleen maar aan jou. Jouw lach en die ogen zo blauw. Je maakt van het werken een feest, zoals nog nooit is geweest. Ik wil echt jouw Mr. Proper zijn, en jij mijn witte tornado. Oh, als jij voor altijd mijn kuisvrouwtje blijft, wil ik jou een klein cadeau. Ik wil dansen, ja dansen met jou. Op die kans heb ik al zo lang gewacht. Ik wil dansen, ja dansen met jou. Niet voor even, maar de hele dag. Op die kans heb ik al zo lang gewacht. Ik wil dansen, ja dansen met jou. Niet voor even, maar de hele nacht. Ik wil dansen, ja dansen met jou. Op die kans.
jou. Niet voor even, maar de hele dag. Hey! Wow. Maria van den Einde, Maria van den Einde. Het was daar een grote ambiance thuis bij Paul Severson. Ja. Mocht jij gewoon Paul zeggen ook? Ja. Ja, hij zei Maria, dat klopt er allemaal. Zeg, ik heb hier geen beetje van de Droomfabriek. En Paul Severs die heeft het heel druk, want die heeft weer terug die hele grote hit met Sterrennacht met jou en zo. Dus die kon hier vanavond toch zijn, Paul Severs! Kom erbij zitten, Paul Severs. Heeft Maria haar werk goed gedaan bij jou thuis? Het was heel netjes. Ja. Je kan horen zeggen dat normaal die dingen bij jullie thuis gewoon vol automatisch gebeuren allemaal. Wel ja, we hebben het druk. Bart, heel veel optredens en zo. En ik probeer zoveel mogelijk alles automatisch te doen, ja. Ja, maar u bent wel automatisch uw beertje vergeten van de Droomfabriek. Oh ja, dat ben ik vergeten. Maar weet je wat, we zullen het ook volautomatisch laten komen. En wat heb je dan meegebracht? Ik heb mijn stofzuiger, want nu is zij er niet mee, want ze kan natuurlijk niet altijd blijven, kom ik huis. Maar we hebben een stofzuiger die het allemaal automatisch doet, je zult het misschien... En hoe heet die? Bobby. Bobby, ik moet graag een grapje horen. Dankjewel. Bobby, Maria en Paul Severs.